Excelsior met de nieuwe trainer Mitchell van der Graag is 1 week in training en nu een wedstrijd bij ASC. 1 nieuweling in de basis, Ryan Koolwijk, die terug is gekeerd. Lire Owusu is ziek en de andere nieuweling Jeffrey Fortes is geblesseerd. En Excelsior begon met op de rechtsbackpositie Galit Karami, maar die gaat in de beginfase enorm in de fout. Dan is het Daan van Leeuwen die al heel vroeg 1-0 maakt voor ASC. Wat een ongelofelijke blunder van die toch ervaren back van Excelsior, Galit Karami. En zo is het dus 1-0. Excelsior dan. Wat op een gegeven moment sterker werd. Het is Elbers met de voorzet en uiteindelijk komt de bal voor de voeten van Hemme. En de spits die vorig jaar louter op de bank zat, maakt hier 1-1. Maar goed, er is nog geen alternatief. Er is nog geen andere spits. Excelsior komt er voor rust ook nog op 2-1. Jurgen Matthij, de aanvoerder nu Sander Fischer weg is voorlopig. Hij kopt uit een corner van Bruins de 2-1 binnen. En Excelsior weet na de rust opnieuw uit een hoekschop toe te slaan. Weer Hemmen met zijn tweede treffer. Alleen Excelsior weet dat ze nog veel spelers moeten halen, want er zaten veel jeugdspelers vanmiddag op de bank. Om een volwaardige selectie in Alphen aan de Rijn te hebben. Heel snel wordt het alweer 2-3. Weer die van Leeuwen. En weer ziet die verdediging van Excelsior er niet goed uit. Uiteindelijk is het slotakkoord toch nog voor de ploeg uit Kralingen. Met de actie van Vermeulen, hij legt klaar en Nigel Hasselbank schiet binnen. Excelsior wint de eerste oefenwedstrijd niet echt overtuigend met 4-2 van ASC.